Het servies Kono, echt een avant-garde ontwerp, een geweldig ding. Italiaans, uit een tijd dat het in de serviezen business het vooral ging om ruimte winnen. Stapelen, stapelen, stapelen. Dan ga je proberen om zo compact mogelijk een servies te maken. En de ontwerper Ambrogio Pozzi heeft dit in 1969 ontworpen. Het is een servies voor twee personen, bestaat uit 13 onderdelen. Elke vorm is multifunctioneel. Dus bij de vroegere serviezen, die soms wel 24 persoons waren, daar had elke vorm had zijn eigen functie. Jus-kommen, zuurschaaltjes, vleesschotels. Een visschotel was bijvoorbeeld niet ovaal, maar rond. Die grote terrines, die soepterrines, die konden helemaal de vaatwasser niet in. Want dat was ook nieuw in die tijd. Hè. Dus als je vormen ontwerpt waar niet van die uitsteeksels aan zitten, die dus makkelijker de vaatwasser in kunnen en die dus voor verschillende gerechten kunnen dienen. Dus een soepkom kan ook een jus-kom zijn. Omdat het een Italiaans ontwerp is, hadden we bedacht om daar natuurlijk een Italiaanse kok voor te vragen. En Pepe Guida, die een restaurant heeft aan de Amalfi-kust, die is bekend om zijn spaghetti met citroensaus. Dat is prachtig op deze donkerbruine glazuur, dat steekt mooi af. En de citroenen uit die omgeving, die zijn zoet. Die zijn heel lekker. Zo, de rest die weer in elkaar.